Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht, tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij uw rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vervolgen we met elkaar op deze Goede Vrijdagmorgen. Vervolgen we met het zingen van Psalm 43. En daarvan zingen we het eerste en het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak me vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. En het derde, zend Heer uw licht en waarheid neder. 1 en 3 van 43. Zaak Jezus op de spits gedreven werd, toen klonk het, wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven. Welke wet is dat? De wet Gods. Daarover spreekt Galaten 3, daar willen we gedeelte uit nemen, uit lezen, ons voorhouden. Daarna zingen we
Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. En in Galaten 3 krijgen we dan in het kort de uitleg waarom Christus moest sterven. Ja, waarom hij de kruisdood moest sterven. En dat voor Joden en heidenen. Galaten 3 vers 9. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Amen. Bidden wij de Heere om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons samen bidden. Heere, het mag Goede Vrijdag zijn geworden. Een dag die we in het kerkelijk jaar hebben vastgeprikt. Een dag waarop we willen gedenken, mogen gedenken, moeten gedenken, hoe op de kruisheuvel van Golgotha het allerverschrikkelijkste gebeurde, onschuldig in de dood gejaagd, waar het allerheerlijkste gebeurde, dat die onschuld bedekte de schuld van een ieder die in u gelooft. Heere, het duizelt ons. Het is onnavolgbaar. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zoveel mensen, zoveel egoïsten. Want heere, we moeten het allemaal hoofd voor hoofd belijden. We hebben allemaal van iedereen wat.
Maar met onszelf hebben we het doorgaans nog aardig getroffen. En dan valt het nog wel mee. Dat zit erin gebakken. Dat is met dat lenen aan van het oor aan de duivel ons eigen gemaakt, ons eigen geworden. Maar hoe groot is het wie gij zijt, Heere Jezus? Want te midden van die wereld van mensen, van egoïsme, bent u daar gekomen om te laten zien wat goedertierenheid is, wat liefdadigheid is, wat menslievendheid is. We hebben het vandaag daar wel eens over humanisten. Heren, als er één is die daarin voor de mens alles heeft willen geven, dan is u het. En als er één heeft laten zien juist te willen zijn gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was, dan is u het. En verder nooit iemand meer. Wij danken u dat we deze dag mogen ontvangen. En we bidden u om een heilig moment in deze ochtend aan de voet van het kruis. U hebt er ons zo even vanuit uw eigen woord al bijgehaald. En u hebt het gezegd. Ik heb een wet. Daar plaats ik u voor. Mijn wet moet u doen. Doet u hem niet, dan bent u de dood schuldig. Dan hebt u de vloek verdiend. Nou, dan is het gebeurd. Want niemand van ons dient u en diende u 24 uur per dag. En niemand van ons diende en zocht daarin de naaste 24 uur per dag. En we kunnen alleen maar zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Ga met mij niet in het gericht. En dan komen we juist, Heren, waar u het zelf zegt, op die andere boodschap, op dat diepe. Vervloekt is hij die aan het hout hangt. En dat we het dan leren, door uw geest en door uw woord, voor mij. Dat het is vervloekt, is een ieder die aan het hout hangt. Christus de vervloekte, Jezus de gevloekte. En wat horen we telkens weer als het avondmaal wordt bediend, hoe diep dat gaat. Ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Heren, leer ons op een goede vrijdag de dingen mijnen, eigenen, nazeggen, beamen, bijvallen. Laat uw heilige geest ons niet ontbreken. Want Heere Jezus, hoe zullen we in geloof tot u komen als uw Vader ons niet trekt? Hoe zullen we daar aan uw voeten staan en daar in verwondering uw naam belijden als ons geen opening van boven gegeven wordt? Daarom, o Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons vanmorgen alles wat we nodig hebben vanuit de hemel. En laat het uw geest zijn, o Vader en Christus. Laat het uw geest zijn, o Vader en Zoon, die ons vervult. En laat u, o Heilige Geest, het zijn die het uit de Vader neemt en ons verkondigt hoe diep het is. Dat de Vader de Zoon geeft. En laat het u zijn, o Heilige Geest, die het uit Christus neemt en verkondigt wat dat offer is. Hoe diep, hoe heerlijk, hoe vol, hoe zegenrijk, hoe volkomen. O God, geeft u ons uw genade. U weet hoe we in deze dingen staan. Hoe we de 7 lijdensweken hebben doorgebracht. Hoe we met de verkondiging zijn omgegaan. Ach, hier in de kerk is ook zoveel sleur. En die doodsgeur. En dan merken mensen niet dat we in de kerk zijn geweest. Dat het woord van u daar ons richtsnoer is. Dat altijd dat schijnsel van uw woord op ons pad moet zijn.
dan merken ze het niet aan onze woorden. Dan merken ze het niet aan onze keuzes. Of ja, wel wat. Maar niet zo hartelijk en diep dat onze mond ervan overloopt. En dat het is dat de uitgangen van het hart daar te zien geven. Jezus is daar koning en is daar gekroond. Heer, u weet hoe we de lijdenstijd hebben doorgebracht. Misschien is het zo dat we een hele bijzondere lijdenstijd hebben gehad. Maar het bij wijze van spreken was, van week tot week, mijn verlosser hing aan het kruis. Jezus stierf voor mij. Zijn ogen hebben mij aangezien. Zijn hart is naar mij in liefde uitgegaan. De Vader heeft zijn enige kind aan mijn hart gedrukt. En hij is van zijn Vader losgerukt daarvoor. Als we een goede lijdenstijd hebben gehad, zet er vanmorgen het stempel op. En maak het goed dat we ons verlustigen in u de Heere alleen. Schenk ons samen uw zegen, Heere, en laat het zijn u in ons midden die de opening van de schriften doet, die de dienaar van het woord aangort, die daar zijn lippen opent, die daar ook mee doet komen in dat heil, die hem ook doet smaken, dat ook hij daar deelt in uw genade. Heere, schenk zo uw dienstknecht alles wat nodig is en schenk iedere hoorder wat daar aan behoefte wenselijk is. En u weet hoe de een gelegerd is en de ander gesitueerd is, wat de staat van de gemeente is, van gemeenteleden is, maar ook hoe de standen in de staat der genade zijn. Geef, Heere, dat in het leven die dingen die ertoe doen daar kracht krijgen, betekenis mogen houden. Heere, geef onze kinderen die er mogen zijn een goede dienst. Het is altijd ook voor de kinderen een bijzondere dag. We hoeven niet naar school. Waarom niet, papa? Waarom niet, mama? Het is Goede Vrijdag. Wat betekent dat? Op die dag stierf de Heer Jezus. Wat betekent dat? Dat wie in hem gelooft, die zal eeuwig leven, ook als die gestorven is. Heer, wij bidden u, geef dat ook onze kinderen er wat van mogen meenemen, meedragen, meekrijgen. Ook daar is uw geest voor nodig, Heere, want we kunnen het nog allereenvoudigst zeggen, maar dan zijn we er nog niet. Het gaat om de werking van uw geest en dat we daar in onze diepe, volle afhankelijkheid gevoelen en in het geloof weten. Wij bidden u dat, Heere, uw koninkrijk komen. En geef ook dat de luisteraars thuis een zegen mogen krijgen, ook als ze het op een later moment daar zullen horen. Geef ze dan uw zegen. En laat het zijn dat dan de gebeurtenis van koning Jezus voor hen is als onderdaan van hem. En dat ook de kracht van het woord in de thuissituatie mag worden ervaren en ondervonden. Heere, laat uw zegeningen afvloeien van het kruis. Ook voor de psychisch zieken. U weet wie ze zijn, de zieken in onze gemeente. Wat kan het donker zijn. En ach, als het gaat om donkerheid. Er niet overheen zien. Er tegenop zien. Het moeilijk hebben. Weet u daar ook niet alles van, Heere Jezus Christus? Uw ziel geheel bedroefd. Tot de dood toe. Vader, indien het mogelijk is, u bent de hoge priester die kan medelijden hebben met ons in al onze zwakheden. Laat het zijn in de ziekte dat u daar is en laat het ook zijn dat we daar ook vertroost worden, dat de kruisiging ook betekent dat u onze krankheden op u hebt genomen. Gedenk degene die rouw kennen, die eenzaamheid gevoelen. Ach, Heere, het is soms zo moeilijk in huis. Het is zo stil. De sfeer is weg. Het leven is eruit. De gemeenschap is gebroken.
werkelijkheid is zo hard geworden. De realiteit is zo zwaar. O, wij bidden u, geef dat de weduwe en de weduwnaar, dat elke rouwdragende door u gezien, gezocht, gedragen wordt. En dat ook eenzame het ondervinden. Hier ben ik om u als eenzame te bezoeken en alleenstaande te gedenken, in mijn armen te nemen, met mijn zorg te verblijden. O Heere, schenk uw gena. Wij vragen u dat. Niet omdat we dat verdienen, maar op deze Goede Vrijdag zeggen we alleen maar het zo tegen u. We vragen het met onze geloofsogen op dat middelste heerlijke kruis. Amen. We lezen deze morgen uit Lucas 23, vers 33 tot en met 49. Lucas 23, vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien ge de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Met de andere antwoordende bestraften hem, zeggende: Vreest ge ook God niet, daar ging hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft iets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat had gezegd, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover dan de schriftlezing. We zien bij het kruis, waar het gaat om de middelste kruiseling, allerhande reacties. We kennen de reacties van de ene moordenaar. We kennen de reactie van de tweede moordenaar die tot Jezus bidt. En bij het sterven van de Heere Jezus zien we
er nog een paar en dat is ons tekstgedeelte, vers 47 tot 49, waar de hoofdman over 100 zegt: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. De schare dan huiswaarts keert, 48, en daarbij zich op hun borst slaande, en ook de bekenden van de Heere Jezus die daar staan, onder wie ook de vrouwen die dit alles met pijn en leed aanzien. We willen met elkaar dit gedeelte overdenken. Ik stel voor dat we eerst samen gaan zingen Psalm 69, wat we ook vooraf hebben gezongen, die psalm, nu Psalm 69, vers 3 en 4. Psalm 69, vers 3 en 4. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, der legerscharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En vers 4, Jezus op het lijf geschreven: mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd. Hier heeft ook wat dat betreft met zijn discipelen wat meegemaakt. We schrijven wel eens dat de vluchtende discipelen altijd angstig waren, maar laten we ook niet vergeten dat de Heere Jezus ook nog wat anders heeft gezegd, dat ze zich ook aan hem zouden ergeren. En laten we ook dat niet vergeten. Het is niet altijd angst, het is ook ergernis aan het kruis van Jezus. De Jood, een ergernis. Daar zie je het zelfs onder de discipelen, maar ze moeten het leren. Wat de liefde van de meester is in dat verachte kruis. Psalm 69, 3 en 4. We delen u het volgende mee. De dienst van vanavond zal worden geleid door uw eigen predikant. En let u even op de aanvangstijd, 7 uur. Het staat bij mij: A, vet gedrukt. B, met 2 uitroeptekens geschreven. Dan kan ik de conclusie trekken en u ook, let erop, 7 uur. De collecte, de eerste is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede is voor de stichting Helios. En de beide collecten van harte bij u aanbevolen. Zingen we nu Psalm 69, het derde en het vierde vers.
Gemeente, zingen we na de verkondiging Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers, zingen we na de verkondiging van het woord. Gemeente, u hebt het bij de schriftlezing wel gezien waar we begonnen. Het is zover. Aankomst op de gerichtsplaats. Golgotha. Gelijk is het helder om wie het gaat. Ze kruisigden hem aldaar. En daarbij krijgen dan twee moordenaars aantekening en vermelding. De een wordt ter rechter, de ander wordt ter linkerzijde gehangen. Het is zover. De Joden hebben hun zin. Pilatus heeft zijn handen in onschuld gewassen. Jezus is gehangen. Maar gemeente, hier, bij dit kruis, hier vallen de beslissingen. Ja, heel diep. Hier valt de beslissing voor uw leven. Want u wijst hem af, u keert hem de rug toe. U loopt bij hem weg. U haalt de schouders over hem op. U laat hem hangen voor wie die is. Dat wordt uw verderf. Gegarandeerd. Gegarandeerd. Wie dit bloed onrein acht, zo zegt het woord, die zal de wraak van God vinden. Want, kijk, de Vader heeft zoveel liefde getoond. Als die liefde wordt afgewezen, dan kan het niet anders dan dat het op de gruwelijkste wijze en de verschrikkelijkste manier wordt gestraft en veroordeeld. Of u bent bij dat kruis, u ziet hem hangen, het inzicht ontstaat, het geloof mag er zijn. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Dit geschiedt voor mij. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Hangt u aan hem? Gelooft u in hem? Klemt u zich vast aan hem? Gegarandeerd. De beslissing valt. De weg naar het vaderhuis is open. Het paradijs zal worden geschonken. Of zoals Jezus het geweldig mooi zegt tegen die ene moordenaar aan het kruis. Jezus zegt het. Gij zult met mij vandaag in het paradijs zijn, ook al gaat het nog zo dadelijk een drieuurige nacht in. Gij zult met mij in het paradijs heden zijn. Gij met mij. Beslissingen vallen bij het kruis. En u moet erop letten dat die ene moordenaar dat op het allerdiepst ook onder woorden brengt. Want hij zegt tegen zijn maat aan de andere kant, joh, vrees jij ook God niet? Zegt collega, waarom zou ik hem moeten vrezen? Nou, je bent in hetzelfde oordeel. We komen voor God. We zullen rekenschap moeten geven van ons leven. En hij die hier in het midden hangt, die kan dat. Wij niet. Hij die in het midden hangt, die is onschuldig. Die is onrechtvaardig behandeld. Maar wij,
vreest gij ook God niet. Ziet u hoe diep het gaat? Dat alles voor Gods aangezicht is? Dat is iets dat die moordenaar ook hoort, hè? Vader, vergeef het hun. Straks, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, bij het kruis valt de beslissing. En we willen, waar we de moordenaars zien in hun reactie op Jezus, we willen vanochtend ook de reactie van anderen zien die door Lucas op het papier gezet zijn en daar ook aan de schrift toevertrouwd zijn. We willen zien dat er sprake is van velen, dan hebben we het over de scharen, van een kleinere groep, dan zijn het de bekenden, en van een enkeling, een eenling, en dan spreken we over de hoofdman. En ik stel voor dat we het zo ook gaan behandelen. We gaan van de massa naar de enkeling. Dus we nemen eerst de scharen, dan de bekende en dan de hoofdman. In die gruwelijke werkelijkheid waarin Jezus heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Eli, Eli, lama, sabachthani. En het is gebeurd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus gaf de geest. Hij is gestorven. En daar volgen dan de reacties op. Die scharen die weggaan, die hebben eerst de hoofdman nog horen zeggen, voor zij daar hun vertrek verkozen, ze hebben die hoofdman eerst nog horen zeggen dat deze mens werkelijk waar rechtvaardig was. En ze hebben hem, zo zegt hier het woord van onze God, ze hebben hem God horen verheerlijken. En zij druipen als geslagen honden, zo willen we dat vanmorgen zien en bekijken, ze druipen als geslagen honden af. Ach, die scharen, hoe zat het daarmee, die massa mensen, die, zoals je het ook zou kunnen weergeven, getuigen zijn van dit hele gebeuren. Die scharen, hoe zijn ze daar geweest? Ach, we weten dat de scharen, de meute in Jezus teleurgesteld raakte. Toen hij de koningsglans die zij hem wilden geven afwees, toen waren ze teleurgesteld en het Sanhedrin kreeg de greep op hen, want ze hebben het geroepen, weg met hem. De scharen, ze zijn mee uitgelopen naar het kruis. Ze hebben Jezus heen geleid naar het kruis. Ze hebben hem zien hijsen aan het kruis. Ze hebben hem zien hangen aan het kruis. De schaar is getuige van de bittere en smadelijke dood van Jezus op het vloekhout. Maar gemeente, wat is het wonderlijk gegaan? Wat is het wonderlijk gegaan? Totaal anders dan te verwachten was. Want Jezus handelde volkomen anders dan voor de hand lag. Er kwam geen verwijt over zijn lippen. Nota bene, kijk het maar na. Hij is net gehangen, zegt Lucas. Of het gebed naar de hemel stijgt al op. Vader, Vader, vergeef het hun. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. En ze hebben het gehoord. Hij zei tegen die moordenaar, gij zult met mij in het paradijs zijn. En ze hebben het gezien hoe deze Jezus daar met het aangezicht naar zijn vader stierf.
en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het gebeurde. Hij stierf. Matthäus zegt: de aarde beefde. Ze hebben het gezien, de duisternis die op klaarlichte dag inviel. Ze hebben het gezien, het is allemaal indrukwekkend en even bijzonder. Het geeft genoeg te denken. En kijk, dan kom je het tegen in Lucas 23. Dan blijkt het geweten van de massa te gaan spreken. Want wat lezen we namelijk? Al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen. Toen ze deze dingen zagen, die waren geschied, keerden wederom, slaande op hun borsten. En het is, als gaat het bij ze leven, hebben we ons niet gemakkelijk laten meeslepen door onze leiders. Hoe zit het met de daad die hier is gesteld? Wordt zegt uiteindelijk, ze blijven niet langer op Golgotha, ze druipen af, maar daarin slaan ze op hun borsten, drukken hun gevoelens uit. Ze gaan weg van het kruis en ze zijn enigermate wanhopig. Een verootmoedigingsgebaar wordt gemaakt. Het is natuurlijk wel belangrijk, gemeente, als je deze dingen leest, om dan het Lucas-evangelie in zijn geheel daar te vergelijken en de dingen ook te toetsen en te zien. Het is natuurlijk wel belangrijk dat deze evangelist hier bij het gaan van de meute, bij het gaan van de scharen, niet alles zo zegt zoals hij het uit Jezus' mond heeft opgetekend. Toen er een tollenaar was die naar de tempel ging, die zich op de borst sloeg en die achterin bleef staan, die zijn ogen niet meer naar de hemel durfde opslaan, maar die wel een hartekreet, een noodkreet naar de hemel deed: O God, wees mij de zondaar genadig. Zo diep, eerlijk is eerlijk, zo diep lees je het niet. Maar het kan wel de voorbereiding zijn voor de Pinksteren, zou ik willen zeggen. Het kan wel de voorbereiding zijn voor de Pinksterdag. Als er ineens 3000 tot verandering komen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Als het dan weer op ze toekomt, weet wie jullie de Joden gekruisigd hebben. Het is de Zoon van God die de Vader daar heeft gezocht en waar jullie hem als een afgekeurde steen hebben uitgeworpen en weggegooid, heeft Vader hem opgeraapt en heeft hij hem het leven gegeven. Hij heeft het leven weer genomen. Het is te zeggen dat slaan op de borst, dat heeft wel betekenis. En gemeente, ook al is het dan nog niet dat diepe schuldbesef wat geboren moet worden, waar je dan spreekt over dat je dan niet meer vlucht van het kruis, maar dat je de toevlucht neemt tot het kruis, waar je dan meer in de sfeer raakt, dat je bij het kruis niet meer weg kunt komen zoals de bekenden dat hadden in hun liefde. En waar je dan geraakt als die hoofdman, dat je zegt: God is te verheerlijken, want hier zijn grote dingen geschied. Ook al is het nog niet dat je hier om genade hoort roepen, het is in ieder geval wel, gemeente, hier is geen sprake van een toegeschroeid geweten. Ze slaan zich op de borst en ze gaan met een diep schuldgevoel huiswaarts. Hoe is het bij ons, gemeente? Kijken wij deze morgen ook eens in de spiegel? U heeft 7 lijdenszondagen gehad. Ik weet niet wat er in al die weken onder u gepredikt is, maar dat zal heel wat geweest zijn. Dat kan Jesaja 53 geweest zijn. Dat kan ook zijn dat er uit de brieven van Paulus gesproken is. Dat kan zijn dat de evangelie op vele manieren belicht is. Maar
U bent vele malen toch wel met het kruis van de Heere Jezus Christus daar in aanraking geweest. En de vraag mag zijn, hoe is het na die 7 lijdenszondagen, waar het ging om die gefolterde, die geslagen, die gegeeselde Christus, is jouw geweten gaan spreken? Of leggen we het weer weg? En zijn we wat dat betreft nog minder dan de schare, want we voelden niet zoveel. Hoe is het bij ons, gemeente? Als het gaat om Golgotha, raakt het ons? Vermenigvuldigen zich de vragen? Krijgt het, heeft het betekenis in ons leven? Laten we Golgotha niet achter ons laten, maar laat Golgotha, de betekenis van het kruis, ons dagelijks meereizen. Ik sterf alle dag, zegt Paulus. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is een dagelijkse werkelijkheid. Ik sta iedere dag weer met hem op. Dat wil de waarheid zijn, gemeente, van de Goede Vrijdag. De schare, zij gingen weg. Sloegen zich op de borst. En u ook al op dat punt gekomen dat u zegt, Heer Jezus, het zijn niet de Joden die u kruist. Maar ik deed het. Nou, laten we eens even verder kijken als het gaat om die reacties bij Golgotha. De menigte, dus de meeste mensen, die zijn dan weggegaan, zo lezen we in dit gedeelte. Ze zijn huiswaarts gekeerd, volgens vers 48. Maar, zo staat er dan, dat geldt niet van zijn bekenden. Want vers 49 zegt, zijn bekenden, al zijn bekenden, stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zij zagen dit aan. Al zijn bekenden, u merkt meteen, het is een ander gezelschap. Die hebben een andere betrokkenheid op Jezus. Die hebben een andere relatie met die middelste kruiseling. En ja, wat blijkt, die bekenden, het zijn er meer dan de 12 apostelen. Want daar blijken ook vrouwen bij te zijn die in het eerste evangelie ook met name nog genoemd worden, als een Maria Magdalena en daar de moeder van Jacobus en Johannes. Allemaal vrouwen die een betrekking hadden op Jezus, al zijn bekenden. Ze zijn er. Goed om dat te bedenken. Want de Bijbel zegt, in Gethsemane waren ze alle gevlucht. In het woord staat dat Petrus op een ogenblik in de zaal van de hoge priester zich nog heeft vergrepen aan Jezus en hem koelbloedig en hard daar verloochende. En nou toch dit, hè. Al zijn bekenden stonden van verre, die een betrekking op hem hadden. We zouden eigenlijk kunnen zeggen, dat snapt u wel, hè. De liefde kruipt wat niet gaan kan. Het bloed kruipt wat niet gaan kan. Toch weer naar hem terug, bij het kruis, met droefheid. Ook zijn moeder, we weten dat, waar wat Simeon heeft gezegd, er zal een zwaard door je ziel gaan. Ook zijn moeder is daar, want we hebben daar een kruiswoord van, dat Johannes is aangesproken, dat zijn moeder is aangesproken. Wie zal het verdriet van zijn moeder peilen? Deze gestorven heren, deze stervende meester, hij was hun leven. Mooi is, ze zijn er. Alleen, let op, gemeente, let op. Kijken we daarna, ze zijn er. Waar staan ze? Ze staan van verre. Opmerkelijk. Dat stond ook al van Petrus in de zaal.
Hij stond van verre. Zij staan ook van verre. Ja, wat moeten ze ook dichterbij? Want ze begrijpen het niet. Het gaat niet zoals ze hadden gedacht. Ze hebben geen idee van de betekenis van dit kruis. Maar de liefde tot hem, die is er wel. En bij een wegblijven, dat kunnen ze niet. En weggaan, dat doen ze ook niet. Het gedeelte geeft aan, ook bij de begrafenis, dat daar nog de vrouwen intiem bij betrokken zijn. En ze blijven tot zolang het kan in de nabijheid van de meester. Ze stonden van verre. Want het was hun geliefde Heer. En dan komt dat bijzondere, gemeente. Voor zover hun liefde hen dreef, zeiden ze, hij moet niet sterven. Hij moet niet sterven. Dat zei Petrus. Dat zeiden de discipelen, dit zal u geenszins geschieden. Dat wilden de vrouwen ook niet. Maar gemeente, het gaat om geloof. En geloof leert te zeggen, het geloof leert, het moet juist wel. Het geloof leert juist dat ik moet sterven en opstaan met hem. Dat ik moet roemen in dat kruis. Het is natuurlijk waar dat die vrouwen die bekenden kunnen zingen, God heb ik lief, Jezus heb ik lief. Maar wat nog geleerd moet worden, is zijn liefde. Zijn allerdiepste liefde. En hoe dichter je bij het kruis dan komt, hoe meer je van zijn liefde leert. Hoe dichter je bij het kruis komt, hoe dieper je ziet hoe verloren je bent en dat je de dood hebt verdiend. Maar dat hij in zijn liefde zegt, ik voor u, ik betaal voor uw schuld, ik verzoen uw zonde. Gemeente, dat wil nou de climax zijn op deze morgen, op deze Goede Vrijdag, dat we beseffen, Jezus leed in onze plaats. En we moeten leren om Jezus te horen zeggen, komt tot mij die vermoeid en belast zijt. Hier is uw rust, hier is uw vrede, hier is uw betaling. Dat u het zegt en beleidt en erkent. Ja, voor mij gestorven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat moeten die bekenden, dat moeten die vrouwen leren. Ja. Is wat? En dan komen we op iets zeer bijzonders. Je kunt op een ogenblik heel veel met Jezus zijn omgegaan en toch merken dat een ander die terloops aanwezig is en binnenkomt, je vooruit gaat en voorop loopt. Wat nou zie je die scharen vertrekken? Nou zie je die bekende daar van verre staan. Ten slotte zien we een hoofdman over 100 die daar ziet wat er allemaal gebeurd is. God gaat verheerlijken. Wilt u even dat wel goed lezen, hè? Hij verheerlijkt God. Dat is echt, dat is geschreven met het bekende doxa. Dus hij geeft God de eer. Hij roemt in God. Deze hoofdman over 100 verheerlijkte God en zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Gemeente, we komen nu bij de derde. De hoofdman is een belijdenis en dat is de grote verrassing. Het ligt zeker niet voor de hand. En het
is ook zeker niet degene die we verwachten het eerst in de schijnwerpers te vinden, maar is het wel die het inzicht krijgt boven anderen. Het is een centurio. Het is een hoofdman, een commandant die 100 soldaten daaronder zich heeft. U begrijpt wel, het is een man die verantwoording heeft gedragen voor de uitvoer en het verloop van de executie. Hij had leiding. En hij deed gewoon wat van hem verwacht werd. We kunnen rustig gevoeglijk aannemen dat hij vaker bij kruisigingen is geweest en daar de leiding over heeft gehad. Per slot van rekening was dat toch de gewone gang van zaken. Misdaad moest worden gestraft. En was er tot de kruisdood de uitspraak gevolgd, dan moest die kruisiging volgen. En ja, dat gebeurde dan. De hoofdman, de soldaten. En het is een kwestie van werk is werk. Hij was niet verantwoordelijk voor alles. Dat is per slot van rekening zijn opdrachtgever, zijn meerdere, die daar de uitvoering heeft gevraagd en die het allemaal heeft verdedigd onder de noemer van het Romeinse recht. Nou, die hoofdman over 100, die is er. En het kan heel goed zijn dat hij zich verwonderd heeft over de drukte bij deze executie. Het is ook niet ondenkbaar dat hij een beetje wrevel had dat er zoveel toeloop was en dat hij zich misschien in zijn ogen uitkeek dat zoveel Joden op de been waren om deze executie te volgen en dat zoveel Joden zich druk maakten om deze man, want ja, Joden konden in de godsdienst toch fel zijn, zo kon hij toch wel concluderen. Maar bij het gezicht op de 3 gekruisigden en bij het zien van joelende leiders en de strijd die iedere kruiseling voerde, is hij op een ogenblik dingen gaan zien. Jezus op het middelste kruis heeft zijn aandacht getrokken. Hij heeft het kunnen lezen. Deze is de koning der Joden. En hij was getuige hoe hij het lijden onderging. Hij is getuige geweest van een biddende moordenaar. Hij is getuige geweest van dat hemelse, deze legt inderdaad zijn leven af. Dat was bijzonder, o gemeente. Als Jozef bij Pilatus aankloopt, dan zegt Pilatus: wat? Is die nu al gestorven? Ja. Ja. Want het punt was, hè, de dood kon hem niet pakken. Hè. Dat was het punt. De dood kon hem niet pakken. U wel, mij ook. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de dood kon hem niet grijpen, want hij was zonder zonde. Hij zegt, ik ben het leven. Maar, zegt hij, ik leg dat leven af. Ik laat mij tot zonde maken. En daarom die verbazing. Is hij al gestorven? Ja, hij heeft het leven afgelegd. Hij is zelf de dood ingegaan. Hij heeft de dood geroepen. Nu. Ik beheers de dood. Ik heb de sleutels van de hel en de dood. Ik ben de machtige. Ik ben de levende. Ik heb het voor het zeggen. Die hoofdman. Die heeft dat gezien. Die heeft dat gezien. En die hoofdman. Die is er getuige van geweest. Dat hij zijn leven aflegde. En dat hij daar vervolgens reactie van de hemel kreeg. Eerst was er die duisternis al geweest.
Toen die aardbeving bij zijn dood. Dat voorhangsel. Niet van onder naar boven. Van boven naar beneden. De hemel scheurt het. Van boven naar beneden scheurde dat voorhangsel. God deed het. Opende de toegang tot het heiligdom. Christus kreeg toegang tot het heiligdom. Christus mocht inkomen. Het was als het ware dat de vader zei: welkom mijn kind. Welkom mijn zoon. Je offer is volkomen. Je taak is volbracht. Opdracht vervuld. Ik zal over je waken. De hel zal je niet overweldigen. De dood zal je niet grijpen. Ik ben je vader die zijn zoon daar zal bewaken en die het niet zal dulden en toelaten dat zijn zoon de verderving zal zien. Het is de hoofdman die het allemaal ziet. En hij merkte, voor de Joden is dit ergerniswekkend. Voor de Grieken is dit de dwaasheid ten top. Maar nou komen we op dat bijzondere gemeente. Nou is het voor deze hoofdman geen punt wat de mensen denken. En dat geldt vandaag nog, gemeente. Het is niet belangrijk wat de mensen denken. Het is belangrijk wat God denkt. En weet je, wij laten ons zoveel aanleunen wat mensen van ons denken. Dat is onze fout. Toen was dominees ook, hè? Want ja, dominees die worden op schaaltjes gewogen, hè? Is te zwaar of te licht? Geef je niet om, hoor. Weet best dat er genoeg zijn die zeggen: dat is een links in de herstelde, die kan ook wel naar de PKN. Zo wat? Heb je daar nog mee gezegd dan? Want het woord zegt: die mij oordeelt is Christus. Al prijst de hele hersteld hervormde kerk een predikant, mag ik mijnentwege zijn. Zalig? Dan heb je nog niks op zak. Want wat je nodig hebt, is het oordeel van Christus. Paulus zegt: u hebt me niet te oordelen, ik oordeel mezelf ook niet, maar die mij oordeelt, dat is Christus. Wat is dat geweldig om dat hier bij deze hoofdman zo te vinden. Hij weet dat dat kruis toorn is, dat mensen daar verachtelijk naar kijken, dat daar sprake is van afzichtelijkheid, maar dan is het toch deze man die God verheerlijkt en die zegt: waarlijk, deze was rechtvaardig. Deze was degene die in heel zijn leven met God wandelde, met God handelde, met God rekende. Die het woord heeft waargemaakt. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Hij heeft het dus ten einde toe volbracht. Mooi, hè, om dat te bedenken. Dat Lucas zegt, hij stond daar in die synagoge. Of nee, dat was in die tempel in Jeruzalem. En toen zei hij: ja, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat wist je toch, Jozef en Maria, dat weten jullie toch? Het zijn de dingen van mijn vader. Nu heeft hij gezegd: vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan komt het, Lucas meldt op de geboorte, de vleesgeworden zoon. Dan is het de hoofdman die zegt: waarlijk, deze was rechtvaardig. Deze is volgens andere beschrijvingen ook nog aangemerkt, aangetekend, benoemd met: deze is Gods zoon. Ach, en dan zal de man alles niet gezien hebben. Je hoeft alles niet op één moment te leren. Dat gebeurt in het leven ook niet. Ze hebben het van die mensen die denken dat je alles in één keer moet weten. Hoeft helemaal niet. Ik hoop een maandag over te preken. En zondagavond ook in de eigen gemeente. Zo mooi, joh. Als je bijvoorbeeld Paulus neemt, dan schrijft hij over de situatie van Filippi, zit hij zelf in de gevangenis, dan is die man nota bene 30 jaar na zijn bekering in gevangenschap. En weet je waar hij mee bezig is? Dan zegt hij: ik ben maar bezig. Waar ben je nou mee bezig dan? Ik ben maar bezig om Christus te leren kennen. Je zou zeggen: man,
Nou, ben je 30 jaar met hem onderweg? Ken je nou nog niet? Nee. Kijk, dat is waar je hart ligt, hè? Dat is waar je liefde naar uitgaat. Ik wil nog meer van hem weten, nog meer van hem horen. Ik moet hem al dieper kennen. Dat is voor deze hoofdman natuurlijk ook een praktijk die je leren moet. Maar wat is dat geweldig, hè? Dat die hoofdman zegt, deze mens, die was rechtvaardig. En daarmee verheerlijkt hij God. Maria kreeg hem in de schoot. God is te verheerlijken. En het is een nota bene eentje vanuit de wereld. Eentje vanuit het beulende werkvolk. Eentje die het zeggen mag. God verheerlijkend. Deze mens was rechtvaardig. Gemeente, laten we ons daar dan ook niet aan storen. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Als buitenstaanders voor het woord van God vallen, Gods huis vinden en tot ruimte komen, dan hebben kerkmensen er altijd weer wat van, hè? Het is makkelijk als je zo'n jaar in de kerk meeloopt, dan weet je wel hoe mensen dingen zeggen. Ze zeggen wel eens een keer, dan weet je hoe de hazen lopen, hè? Nou, dat weet je dan wel, dan kom je het in de kerk tegen. Ja, het gaat tegenwoordig maar makkelijk. Ze gaan op de gymschoenen naar de hemel. Nee, dat was vroeger wel anders, ja. Maar hebt u het recht? Heb jij het recht? Om het werk van God is een prille bestaan. Te vertrappen. Te vertreden. Uit te rukken. Laat dat plantje maar staan en laat het maar zichtbaar worden dat deze, het gaat om de verheerlijking van God. Deze hoofdman, die ziet daar op Jezus Christus en die verheerlijkt God en die zegt, deze mens was rechtvaardig. Gemeente, spiegelen we ons vanmorgen aan de reacties die hier staan en spiegelen we ons of we op dat niveau, op die hoogte zijn gekomen van deze man. Dat we daarin mogen zeggen, ja, deze mens was rechtvaardig. En ja, ik weet niet hoe dat heeft, hè, maar ik ben niet echt een catechismespreker in de zin dat ik er zo stevast aan vasthoud. Misschien ben ik daar niet goed in, maar goed, dat is nou een keer zo. Maar ik heb die belijdenis zo hartelijk lief. Hè. En als het om die catechismes gaat, en ik lees dit, dan beginnen bij mij allemaal bellen te rinkelen en dan hoor ik toeters. Want wat zoeken we voor een middelaar? Eentje die rechtvaardig en waarachtig mens is. Dan gaat het erom dat we hier bij het kruis zeggen, halleluja. Het is God die de uitkomst hier biedt. Het is God die het leven geeft. Deze volkomen heilige zaligmaker, deze volkomen en volmaakte reine heiland, die heeft me op het kruis getrokken. Ik moet op hem zien, want hij zegt tegen mij, hier hang ik met u. En gemeente, daar komt het in het leven op aan. Ik had een man in mijn eerste gemeente. En die zei, dominee, ik ben het niet met u eens dat we misdadigers zijn. Toen zei ik tegen hem. Dan weet ik dat jij op die wijze nooit zult weten wie Jezus de zaligmaker is. Dat zit aan elkaar vast. Want hij is met de misdadigers gerekend. En het leven van het geloof is. Wat is namelijk de vreugde van kerst? Emmanuel. God met ons. Nou, waar eindigt dat dan? God met ons? Dat eindigt op het kruis. Want daar is ons leven getekend. Daar vind ik het oordeel over mijn bestaan. Daar vind ik wat er te ontvangen is als het gericht van God daar is. Maar nou zegt de Heer Jezus, ik met u,
opdat ge de eeuwige dood niet zoudt sterven, ik met u, opdat gij zult zijn eeuwig met mij. Laat het nou, gemeente, in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, door de geest van God zo werkelijkheid zijn of worden. Tot wie nou heen? Tot Jezus alleen, middelaar en verlosser van verloren mensenkinderen. Ik ga eindigen met een gedicht van Johanna Meijer. Die leefde van 1851 tot 1921. En die dat in het Duits schreef, waar het van oorsprong een gedicht is uit Zwitserland in het Frans. En dan is daarvan de vertaling als volgt. Vliet naar het kruis met al uw zonde, moede wandelaar. Bij het kruis wordt heil gevonden, rust is daar. Vreest ge voor des oordeels roede? Zie op hem die kwam om te lijden, om te bloeden, het goddelijk lam. Op het kruis droeg hij uw zonde, smaloon. Vrede vond ge in de wonde van Gods zoon. Daar stilt hij uw ziels verlangen, heelt al uw smart. Vrede zult ge daar ontvangen, moeder hart. Troost, vergeving, eeuwig leven. Ja, uw hartelust wordt u bij het kruis gegeven. Hemels rust. Amen. Laat ons samen bidden en danken. Heere, dank u dat u ons vanmorgen wilde inkwartieren. En dat u ons vanmorgen aan de voet van het kruis in de geest liet komen. Zegen de verkondiging van uw woord. Neem
al het verkeerde in spreken, als ook in luisteren genadig weg. De scharen hebben gereageerd. De bekenden stonden er in hun reactie en keken en zagen. De hoofdman reageerde met zijn verheerlijkende zang en zijn belijdende getuigenis. Deze mens was waarlijk rechtvaardig. En wij, leer ons, o God, uw lijden recht betrachten. En geef dat op Golgotha voor ons de beslissing is gevallen ten zegen, ten goede. Schenk ons daartoe dat heerlijke geloof. En onderhoud dat gezegende geloof. Alles in Christus. Maar dan ook alleen in Christus. In Jezus Christus alleen. Trek met deze gemeente verder op. Ook vanavond wanneer collega Van Klinken hier het woord hoopt te bedienen. Geef dat de gemeente met hem naar de begraafplaats mag gaan. En dat de opstanding uit de doden door het geloof mag worden verwacht. Heere, geef hem alles wat nodig is. En dat vrijmoedig, blijmoedig mag worden gesproken. Licht in uw woord zal worden geschonken. En dat uw woord hier in de gemeente zijn loop mag hebben. O Heere, gedenk al zo in het verdere van deze dag. En geef waar de hoofdman u verheerlijkte, dat het in ons leven ook is. We zijn bezig. Waar u in het leven gekomen bent, om dit alleen te oefenen. Lof zij u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gelijk het was in de beginnen, in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen.
Gemeente, ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.